Er inmiddels gaat het al langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. 30 minutes, 16 september 2021. Dit is het bulletin van woensdag. Nee, donderdag. Daar moest ik even nadenken. Inmiddels 16 september 2021. Dit is het bulletin van donderdag. Ja, ik ga het niet twee keer verkeerd doen natuurlijk. Hè. Vandaag eentje in het Nederlands. Ik worstel nog steeds een beetje met wat ik nou ga doen. Want dat video dat bevalt eigenlijk wel goed. Ik denk dat ik dat ook wel erin houd. Met een andere camera dan de vorige keer. Want het is toch een beetje... Ja, hoe moet je dat zeggen? Het is een webcam waarmee ik het opgenomen had. Op zich werkt dat goed. Maar de beeldkwaliteit is toch niet echt optimaal. Ik denk dat ik nieuwe series ga maken. Waarschijnlijk toch wel in het Engels met een aantal onderwerpen. Die zijn niet per definitie allemaal zendamateur. Maar het blijft wel onderdeel wezen van de Daily Minutes, maar slechts beperkt. Nou, ik heb last van mijn ogen. Ik kom dus net opzetten. Het is geen allergie. Volgens mij zijn het droge ogen. Dus ik ga daar eventjes QRX, ik ga even wat doen. In zendamateurtaal. Zo, daar was ik weer. Ja, er is eigenlijk wel een hoop aan het veranderen momenteel. Dus een aantal dingen in mijn plannen voor mijn bedrijf. Situatie bijgesteld. Maar goed, er zijn een aantal dingen die ik... Het is voor nu een beetje een tijd dat ik aan het... Ja, hoe zeg je dat? Aan het bespiegelen ben wat dingen. Nieuwe plannen die komen altijd in de zomer. Maar ze wilden dus niet erg komen in augustus. Dus ja, het is nog niet uitgekristalliseerd. Ik mis het dagelijks maken van de uitzending. En ook wel heel erg. Het is ook wat lastiger dan ik gedacht had om het voortdurend in het Engels te doen. Waarom weet ik niet helemaal, want ik praat de hele dag in het Engels. En ik heb geen enkel probleem om in het Engels te schrijven, dus tekst te maken. Het is niet omslachtiger of zo, maar om een of andere reden. Dit soort praatjes zoals nu, die zijn toch wat vertrouwder in het Nederlands, gek genoeg. Terwijl ik kan in het Engels die nuances ook wel maken. Ik snap dat niet helemaal goed. Ik heb nog in mijn vroege jeugd nog een ander dialect gesproken dan wat ik nu spreek. Maar het is toch op een of andere manier... Ik hou me altijd voor dat ik tweetalig ben. Ik denk dat dat echt wel zo is. Maar toch is er kennelijk een gering verschil. Wil ik dan wel toegeven. Maar ik wil wel in het Engels wat doen. Ik wil ook meer video gaan doen. Maar ik denk dat ik de komende tijd toch maar even terugval op het audio. Maar dat ik ze wel allemaal op YouTube publiceer. En dat ik ook wat meer aandacht besteed aan het beeldmateriaal wat er dan tegelijkertijd meegezonden wordt. Dat gaat betekenen dat ik niet meer dan één keer in de twee dagen een Daily Minutes kan maken. Want anders is het gewoon te veel tijd. En misschien zelfs één op de drie dagen. Omdat video dat hakt er wel in met alle rendertijden. Misschien de ruis op de achtergrond. Ja, ik luister nu naar de Xegu. Ik heb een tijd gehad dat de storing zo hoog was dat er ook geen enkel signaal bovenuit kwam. Momenteel is het vaak S7. Soms is het even weg en dan is het gewoon zoals het vroeger was. Gek genoeg. Dus ik vind het met de QRM-element in de weer. Ik heb echt een paar maanden niet zo heel veel eraan gedaan. Gewoon omdat ik te druk was. En je hoort het, de band is redelijk vol momenteel. Het zit op 7 megahertz. Ik heb al iets van S7 storing, S6 of 7, daar slingert het een beetje tussen heen en weer. En op de 817, die staat op de loopantenne. Daar zijn de signalen wat minder sterk.
Maar het gekke is, ik hoor op dezelfde frequentie op de loop hele andere stations vaak dan op de draadantenne. Dat is wel heel opmerkelijk. Dus ik denk dat ik die combinatie van QSO's maken op de ene antenne en tenminste zenden op de ene en op de andere luisteren, dat gaat niet zo goed werken. Want er komt gewoon een heel ander stralingspatroon uit naar voren. Nou is de plek ook wel heel anders. De magnetische loop die staat op zolder, die staat eigenlijk vlak, die staat tussen de twee repeaterantennes in. Dus tussen de antenne voor 2 meter en die voor 70 centimeter. De ene is aan de ene kant van het traphekje, de andere iets verder bij het traphekje vandaan aan de andere kant. En op het traphekje dat het vers bij de 2 meter antenne vandaan zit, daar zit ook de loopantenne. En er zit ook nog een repeatertje voor LPD, heb ik daar ook nog hangen. Die kan ik nog aanzetten. Die heeft een jaar of 2 aangestaan. Het is legaal, hè, om daar een repeater te maken. Wat overigens wel tot heel veel inzicht geleid heeft over hoe dat werkt met zo'n klein vermogen op 70 centimeter. Op zo'n betrekkelijk lage hoogte, wat het toch is. Het gaat toch echt over hele grote afstanden nog. Hè? 2 kilometer of zo. Maar met 10 milliwatt ERP, want dat is dat toch al behoorlijk. Maar ja, het valt me dus niet tegen. De volgende stap is, want ik hoop de komende paar dagen mijn zolderluik weer voor elkaar te hebben. Maar ik kan ook zo die antenne al gebruiken. Maar ik kan de tijd beter gebruiken om ervoor, stel je voor dat er een keer een echt grote storm komt. Dan heb ik toch wel een probleem met bouwplastic in plaats van een luik. Ik heb genoeg bouwplastic, dus als het wegvalt of wegwaait, dan kan ik wel weer een nieuw stuk pakken. Maar het is toch beter van niet, hè? Dus ik wil daar wel de komende dagen mee verder. En pas dan ga ik met die antenne bezig. Maar ik denk als de storing een beetje meevalt. Ik wil een halve golf maken voor in elk geval 30 meter. En misschien 20 en misschien 40 meter. Maar als dat een beetje gaat zoals ik denk, heb ik inderdaad minder storing op die antenne. En dan heb ik dat gewisseld tussen 2 antennes ook niet nodig. Hè? Ik denk sowieso dat dat een erg goede antenne zal zijn. Dus dat is in ieder geval wel leuk. Ja, ik moet de draad met de delimiters gewoon weer oppakken. Het is goed om even sabbatical is het niet, maar om toch een beetje een pauze te hebben. Als je de druk erop blijft houden, dan gaat dat niet altijd goed. En ik wil ook wel verduiveld graag wat meer met video doen, dus dat gaat ook zeker gebeuren. Maar, ik zie dat mijn porto opgeladen is. Even kijken. Ja, ik ben tegelijkertijd ook best wel mijn huis aan het opruimen. Dat is echt een groot project wat misschien wel een jaar duurt voordat ik daar echt grote slagen heb geslagen. Ik heb de afgelopen jaren niet zoveel aandacht voor gehad. Ik ben ook best niet goed daarin. Ik ben nogal bewaarderig. Maar ik wil uiteindelijk wel een tiny house hebben, wat ik ook eerder al aangekondigd heb. Dus dat is niet gegarandeerd dat dat lukt. Er zijn allerlei hobbels op de weg. Ik bedoel, het kan best wel zijn dat helemaal geen mogelijkheid is om bijvoorbeeld een stuk grond te bemachtigen. Het kan wel zijn dat het mij niet lukt om op zo'n kleine oppervlakte te kunnen gaan leven. En dat dat dan een argument is om mij niet toe te staan om zo'n huis in gebruik te nemen. Ik kan natuurlijk altijd nog op een vakantiepark zetten, maar ja, dan is maar weer de vraag of dat kan en mag. En of ik dat allemaal kan bekostigen als extra huis erbij. Maar het is wel streven om daar naartoe te gaan. En ik denk dat het voor mij een hele grote oplossing zou zijn, vind ik. Dat ik wat minder ballast heb, wat minder troep. Ik ben niet goed in besluiten nemen. Dat komt ook omdat ik... ik wil niet zeggen dat ik een labiel karakter heb, maar ik ben niet zo heel standvastig in wat ik op de lange termijn wil. En ik vind het ook wel heel prettig om dat opnieuw bij te stellen. Dus dat leidt vaak tot een situatie waarbij ik bepaalde dingen afstoot en wegdoe. En vervolgens een half jaar later hetzelfde opnieuw moet terugkopen. Dat is dan zo'n zonde. Dus, maar het gevolg is daarvan wel dat er een soort luiheid is opgetreden waarbij ik dan maar niks weggooi. En dat is helemaal niet goed. En zeker als dat spullen van het bedrijf zijn. Met het bedrijf dan moet dat eigenlijk wel ik bedoel dat privé er nog eens wat ligt. Maar met het bedrijf moet dat echt gewoon op het moment dat er geen reden meer is om iets te hebben liggen, dan moet het ook weg. Dat is de enige manier waarop dat kan. Anders dan krijg je grote problemen. Het zou wel eens kunnen dat ik over 10 jaar toch wat minder energie heb dan nu. Hoewel.
Dat valt nog wat te bezien, want ik denk dat ik in vliegende vaart blijf doorgaan. Maar het is wel prettig als je dat dan wat beter geregeld hebt. Maar in hoeverre dat dus gaat lukken. Maar het is wel leuk om met het plan te spelen. Ik heb al vaker gezegd, ik drijf op plannen maken. En als ik 1 op de 7 of 1 op de 10 verwezenlijk. En dit is een grote, dus dan zou het misschien wat meer, bij die grote dingen moet er misschien wat meer lukken. Maar ja, dit is toch wel iets wat ik graag wil. En desnoods als een extra plek om te kunnen schrijven. Zodat ik niet tussen mijn gebruikelijke afleiding zit. Nou heb ik wel een groot huis, dus als ik daar flink opruim, dan kan ik mijn kantoor ook weer wat meer afzonderen van mijn... ik neem even een snoepje. Maar dan kan ik mijn kantoor ook wel wat meer afscheiden van mijn woonomgeving. Mijn zithoek, daar staan een aantal spullen die uit mijn moeders huis gekomen zijn. Waar ook nog wel een deel van weg kan. Er zijn een aantal dingen die een beetje emotioneel zijn, maar het heeft geen zin om dat te bewaren. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is daar een aantal hele goede foto's van maken. En dan toch de spullen afstoten, verkopen of wegdoen. Mijn zussen wil dat niet hebben. Dat geeft ook al aan dat de waarde van het een en ander is. Maar er zijn toch wel dingen waar ik wel aan hang die toch wel moeten blijven. Maar in ieder geval dan kan ik mijn zithoek weer in gebruik nemen. Mijn zithoek is een beetje lastig. Zomers is het heel warm en 's winters is het er niet zo heel makkelijk warm te houden. Ik heb een tijd lang daar een elektrische kachel gehad. Die is stuk. Die kan ik wel weer repareren waarschijnlijk. Ik moet een nieuwe ventilator in. Maar zomers is die ruimte niet bruikbaar omdat het gewoon te warm is. Maar het is wel een leuke zithoek en is ook een plek waar het wel prettig is om bezoek te ontvangen. Dus ik denk dat ik dat toch wel weer opnieuw ga instellen. Nou, in ieder geval tot aan het tiny house, als dat ooit lukt. Maar wat ik misschien ga doen, is toch eens wat filmische impressies maken van verschillende tiny houses. Dat ik gewoon in het land eens een paar bij langs ga reizen. Dat zou kunnen. Maar ik heb zakelijk ook een paar dingen die ik eigenlijk wil doen. Ik moest net mijn ogen bevochtigen. Ik heb te weinig traanvocht en het traanvocht is niet van voldoende kwaliteit. Dus ik moet eigenlijk permanent het met kunsttranen aanvullen. En dat was vanochtend niet gelukt. Dus dat vergeten, maar ik had ook niet zo zin in. Ik had het zo druk, ik denk van nou, laat maar even. Maar ik kreeg er nu toch net last van. Op zich is het eigenlijk wel, ik weet niet meer wie ik het er nou pas over had, maar... ik wil ook niet steeds over die kwestie met die ogen hebben, maar het was toch wel een ingrijpende toestand eigenlijk. Ik ben in juni ben ik 2 keer geopereerd aan beide ogen. Maar daarvoor was ik eigenlijk praktisch blind. Zodanig dat ik ook verdwaalde. In een bekende omgeving. Dat is wel heel bedreigend. En ik ben totaal niet daar van streek van geweest. Of zo, dit is eigenlijk, En dat verbaast me dan nog eigenlijk wel het meeste, het gemak waarmee ik daar doorheen geslagen heb. Maar het was wel ingrijpend en het was ook wel echt life-changing toen ik weer zag. Dat was zo geweldig. Ik weet nog dat ik de nacht na de operatie, dat het verband eraf mocht. Toen kon ik niet goed slapen en ik kan wel vaker niet goed slapen, maar dit was echt zo van alsof je... Alsof je vroeg opstaat op je verjaardag als kleinkind en een cadeautje mag uitpakken. En toen mocht dus dat lapje van mijn oog. En het was op dat prachtige zonnige weer. En de zon kwam net op. En het was, in die periode is dat vrij vroeg. En ik zit aan de kant waar de zon opkomt. En ik zag die bladeren van de bomen hier. En dat was zo magnifiek. En ik heb echt dagenlang en ik heb dat nog steeds af en toe. Dan zie ik kleuren. En nu ook ik zie een stilstaand scherm op mijn tv. En dan denk ik, jee, wat zijn die kleuren mooie. Maar ik heb 20 jaar steeds slechter gezien. En ik ben steeds daarmee naar opticiens geweest en naar een oogarts een keer en naar de huisarts diverse keren. En telkens was het van, maar als je ouder wordt, dan lopen je ogen nou eenmaal wat terug, hè. Ja, ik was stekenblind, jongens. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. En dat zorgt er nu ook wel voor dat ik heb van de zomer heel hard moeten werken. Echt. En dit is eigenlijk de eerste paar weken
Het is nu druk. De komende dagen, ik heb ineens weer onverwacht veel werk. De afgelopen dagen was het wat rustiger. Maar er is heel veel wat moet gebeuren. Ik moet verschillende dingen op het gebied van subsidies, op het gebied van administratie, verzekeringen moet ik wat mee doen. Het is echt niet. Het is ongekend wat er de komende week allemaal op me afkomt. En tegelijkertijd heb ik maar. Ik heb een handvol kleine opdrachtjes. Veel minder dan anders. Ik heb twee hele grote. En ik heb nog een die niet, waar ik eigenlijk wat nonchalant met de deadline mag omspringen. Maar dan moet je ook niet te veel oprekken. Maar als al heb ik wel weer de komende dagen dat ik dagen van 10 uur ga maken. Dus wat dat betreft maak je bos maar nat, hè. Maar ik wil een aantal echt dingen wezenlijk veranderen. Ik wil me gaan concentreren op het andere dingen binnen mijn bedrijf. Dat wil ik ook al langer. Er zijn strategische redenen voor die ik niet voor een radiomicrofoon wil vertellen. Niet omdat illegale dingen bij, maar concurrentie kan ook luisteren. En die zullen misschien niet, dat zal misschien ook nog geen kwaad kunnen. Maar sommige plannen die je hebt, die moet je maar beter niet vertellen voordat het zover is. Maar ik ben een hoop dingen aan het veranderen. En dat is goed, af en toe moet je dat gewoon doen. En gaan de spinnenwebben ook weg. En ik ben ongelooflijk. Ik ben wat dat betreft. Ik heb volgens mij een keer op het chatkanaal of in de eten gezegd. Dat mijn vader die zei toen ik 16 of 17 was. Of misschien jonger of misschien iets ouder. Die wilde graag dat ik ambtenaar zou worden. En niet zoals hij. Want hij hield van een afwisselend leven. Dus wilde hij graag. Hij wilde ambtenaar zijn, maar dan op de trein werken. Want dan had hij toch de vrijheid, zeg maar. Dan, mijn vader is 45 jaar, hij is 50 jaar op het spoor geweest, 45 jaar treinconducteur. Dus voor hemzelf wilde hij wel een afwisselend bestaan, maar voor mij was het zo van, nou, dan is je kostje gekocht. En ik had, een paar jaar later had ik een kennis, hij is centamateur, dus misschien luistert hij om, maar die werkte op een gegeven moment bij een groot, aan de overheid gelieerde organisatie. Ik zal niet te veel details noemen. Maar die vertelde dat hij op een gegeven moment zijn carrièrepad daar geblokkeerd zag. En dat hij helemaal zeker wist dat hij de komende 18 jaar niet voor promotie in aanmerking kwam. En misschien nog wel langer. En toen is hij voor een particulier bedrijf gaan werken. Wat ik denk heel verstandig is. Maar ik denk dat ik bij zo'n saai baantje, ik was waarschijnlijk, ik was er aan onderdoor gegaan. Ik kan er absoluut niet tegen als ik geen uitdagingen heb. En als ik niet steeds nieuwe dingen kan aanpakken en nieuwe dingen kan leren. En ik ben zo snel verveeld. Hè. Ik heb best wel concentratieproblemen. Dus ik heb een enorme neiging om, oh jongens, ik verveel me. Ik moet even wat. Dat is echt, dat zit zo in mijn karakter ingebakken. En daarom ben ik ook blij dat ik zo verschrikkelijk veel verschillende dingen doe. En dat dat ook kan. En ja. Wat in elk geval moet is dat de rentabiliteit van meerdere van mijn activiteiten een stuk omhoog moet. Dus daar moet ik wel achteraan. Ik doe toch wel te veel wat ik echt leuk vind. Ja, je moet daar ook niet in. Extreem zijn is nooit goed. Dat is aan de ene kant niet goed, aan de andere kant niet goed. En dat is het soms wel een beetje. Extreem. Bespiegelen vandaag. Ik hou eigenlijk ook helemaal niet ervan om te veel van te vertellen. Want kijk, als je schrijver bent. Schrijvers denken vaak die zijn er bijgelovig. En ik ben absoluut niet bijgelovig. Eerder het tegendeel. Ik ben redelijk wiskundig daarin. Maar schrijvers denken dat het ongeluk brengt als je vertelt over waar een boek over zal gaan. Of als je daar te veel over vertelt, sommige schrijvers. Maar die denken dat het ongeluk brengt. Maar bij mij is het zo. Ik loop me te verkneukelen op hoe verschrikkelijk leuk mensen dat wel niet zullen vinden. Dat denk ik dan. Ik weet het niet. Het kan best wel zijn dat het erg tegenvalt. Maar ik moet dat wel een beetje als prikkeling hebben. Dus als ik begin aan iets en ik ga dan al vertellen van nou, ik ga dit en dit schrijven en zo en zo en zo. Ja, dan heb ik dan is Pandora uit de doos en. Maar in ieder geval dan weet ik wel vrij zeker dat ik het niet meer ga vertellen op die manier. Hè? Want in ieder geval niet op die manier. Want dat heb ik dan al laten ontsnappen. Dus, en het werkt niet altijd zo. Want soms dan is het helemaal niet. Maar dat is toch een aantal keren gebeurd dat de motivatie om dan nog met dat precies wat ik verteld heb door te gaan. Die is dan toch wel weg. Hè?
Dus ik vind wel, ik ben los van het feit dat ik dat niks met mijn geloof, bijgelovigheid te maken heeft, is het toch wel zo dat ik om pragmatische redenen dat soort dingen dan ook weer niet vertel. Ik ben de laatste tijd ook wel aan het voorbereiden geweest voor wat boeken die ik wil schrijven. Ik had ooit afspraken met uitgevers daarover, maar ja, ik weet niet of dat nog helemaal relevant is, omdat al zo lang, dat ik al zo lang erover doe. En ik heb ook een beetje, als ik heb al zoiets van, ik wil zeker nog 3 boeken schrijven. Ja goed, je moet maar kijken of je dat gegund is en of dat wel goed genoeg is. Maar dat wil ik zeker doen. Maar het is ook wel zo dat ik nu nog eigenlijk wel zoveel energie en jeugdigheid heb dat ik nog een hoop andere dingen te doen heb gewoon. Heel gewoon. Dus ja. Ja, iets anders is... ik wil niemand voor het overstoten, maar... Ik voel me niet erg thuis tussen leeftijdgenoten. Dat is toch ook wel een beetje zo. Ik ben anders. Ik ben gewoon niet zo. Nee. En dat is heel raar, want ik heb tussen mijn 19e en mijn 29e heb ik in een soort WHO-situatie gezeten. Hè, waarbij ik voor 95% of hoger afgekeurd was. En ook de gedachte was dat ik nooit zou kunnen werken. En nou, mijn gezondheid was toen ook zo dat een tijd lang zo geleken heeft. Maar in die tijd was ik wel met de hobby bezig. En ik heb ook een hoop dingen geleerd. Ik kon dan wel niet... ik heb al geprobeerd om nog ateneum te halen. Want ik heb eigenlijk alleen maar MAVO-diploma's. Maar goed, dat ging niet. Dat was gewoon te hoog gegrepen. Niet qua kennisniveau, maar wel qua inspanning. En qua concentratievermogen. Maar ik heb toch wel in die jaren ontzettend veel geleerd. En ook wel juist echt de goede dingen. Grappig genoeg. Maar goed, misschien is het al zo dat ik dingen ben gaan doen omdat ik daarvoor geleerd had. En dat het niet zo is dat ik toen heel verstandige keuzes gemaakt heb. Dat kan natuurlijk heel goed zijn. Maar wat wel zo was, is dat ik in die tijd vooral mensen vaak sprak. En met mensen ook wel vriendschapsbanden had. Die destijds, die er dus allemaal niet meer zijn ook. Maar die destijds al ver in de 50 of in de 60 of soms in de 70 waren. En bijvoorbeeld iemand met wie ik veel telegrafie deed, die was toen al 75. En toen was ik 1,22 of zo. En dat was, ja, het leuke van die zendhobby vond ik ook. En dat was, nu is dat wat normaler dan toen. Maar zodra je zendamateur was, was het jij jou. En ik bedoel, er was iemand die was heel hoog bij een militaire organisatie. En ik bedoel, die had dan natuurlijk heel veel status. Maar ik als blaag van 19, het was gewoon van nou, noem maar bij de voornaam. Dus dat vond ik er ook wel leuk aan in die tijd. Dat mensen op dat niveau, en dat binnen die hobby zo was. Hè, dat iedereen is gelijk. Hè. Dus, maar ik had toen veel contact met mensen die toch een heel stuk ouder waren. En ja, nu, niet dat ik op die positie van die ouderen zou zitten, maar ja, ik heb... nogmaals, ik waardeer heel erg de mensen die ik geregeld spreek, maar... Ik ben echt een optimist. Dat ben ik echt. En ik zit vol met nog ambities. Ik wil nog van alles. En ik moet die plan hebben. Anders dan is voor mij gewoon de lol eraf. Ik bedoel, ja, natuurlijk, als je niet, dingen niet kunt, dan ga je daarin schikken. En dan is het ook prima. Maar ik kan het wel. Dus ja, dan moet ik het ook doen. Dat is gewoon, dat hoort bij mij. Ik merk meer en meer dat ik niet... Ik weet nog... Dat is al lang geleden, maar... Toen ik net opnieuw met de hobby begon... Toen had ik een vriendin... En die was een beetje jonger dan ik. En op hetzelfde moment liepen de paar mensen van de Oldtimers Club... Het was er niet eentje, er waren meerdere... Die vonden dat toch dat ik als PA0... En ik was al zoveel jaar zender, maar dat ik me toch eigenlijk bij die Oldtimers Club zou moeten aansluiten. En dan hoorde ik wat voor bijeenkomsten dat waren. En ja, joh, maar moet je horen... En ik weet niet of ik daar nou zelf zo achter stond, maar die vriendin die wilde nog graag aan kinderen beginnen. Dat is 15 jaar geleden of zo, hè? Korter misschien nog wel. Dus ik zat in een hele andere fase van mijn leven toen. En ik ben er natuurlijk ook wel wat op. Het is ook wel zo dat ik wel realistisch ben. Ik bedoel, het is niet zo dat ik denk dat ik 18 ben of dat ik 20 of zelfs 40 ben. Absoluut niet.
Maar qua smaak en qua dingen die me interesseren. En, nou ja, de smartphones misschien niet, maar ik denk dat ik in dat opzicht eerder verstandiger ben dan. Maar ja, ik denk als ik die leeftijd had gehad, dat ik er toch hetzelfde over gedacht zou hebben. Dus ik vind wel dat communiceren erg leuk. Ik vind alleen de nadelen van de commerciële sociale media te groot. Dus ik zit ook op een chatkanaal en ik heb ook een Mastodon waar natuurlijk wel een hoop jonge mensen op zitten. Dus wat dat betreft. Maar ik heb de laatste jaren daar wel mee geworsteld, moet ik zeggen. Op een of andere manier. Dat ik dacht van nou, moet ik me nou niet gewoon, moet ik niet een slobberbroek kopen en een petje op gaan zetten. En een flodderig overhemd aandoen en een Colbert-jasje. Maar dat ben ik niet. Zo simpel is dat. Dat ben ik gewoon niet. En misschien als ik 80 ben. Ik denk het niet. Ik denk het werkelijk niet. Dus. Ik denk, laat ik vandaag nou eens heel open en eerlijk alles op tafel leggen. Wat gaan we doen? Ik ga in ieder geval ga ik eens even kijken hoe ik mijn bedrijf nog wat meer vaart kan geven. Zonder dat me dat nog heel veel meer energie en tijd gaat kosten. Want ik steek er al veel tijd in. Dat is natuurlijk ook niet helemaal goed. Ik niet het sociale leven wat ik eigenlijk zou moeten. Maar ja goed, in die pandemie was het ook weer, minder erg. Maar ik wil toch gewoon een beetje de wijde wereld in weer. Die kant gaat er wel een beetje uit. En natuurlijk, als ik meer beeldmateriaal moet maken, dan moet ik het natuurlijk ook. Want ik bedoel, ik kan alles wel hier op een vierkante meter doen, maar dat gaat natuurlijk ook niet werken. Dus we gaan eens zien welke kant het uitgaat. Maar er is in ieder geval wel duidelijk dat ik minder centrumtoerisme in mijn leven wil. Maar dat wil niet zeggen dat ik er helemaal mee ophoud. Maar misschien wil ik wel weer een aparte shack hebben waar alle troep. Het is nu zo dat ik mijn woonkamer en kantoor is één ruimte. En al die apparatuur staat daar. En misschien, het is wel leuk als hier een portootje staat. En het meeste wat ik gebruik zijn draperapparaten. Het is allemaal heel klein. Dat is ook wel weer waar. Dus ja, het is wel komisch hoe zich dat ontwikkelt. Maar goed, je moet wel realistisch zijn. Als je op een gegeven moment dingen niet meer kan, dat ik niet meer kan werken, dan kan ik niet meer werken. Dat is wel simpel. En dat is wel eens een keer gedreigd. Ik bedoel, een jaar of 14 geleden ging het erg slecht met mijn gezondheid. En toen had ik echt heel serieus gedacht dat ik binnen een half jaar in een bijstanduitkering terecht zou kunnen komen. En verrassend genoeg is mijn gezondheid toen enorm opgeknapt. Ik heb nog niet de gezondheid van iemand die helemaal gezond is, maar ik mag niet klagen. Maar dat is voor mij ook wel weer een beetje, voor andere mensen is misschien als je gezondheidsproblemen hebt, dat ze dan denken van ja, dat hoort bij de leeftijd zo snel. Zoals de artsen ook dachten dat mijn oogprobleem bij de leeftijd, maar ik heb dat vanaf mijn 45ste, is dat komen opzetten misschien wel eerder. Ik heb vanaf mijn 12e of mijn 13e heb ik ernstige gezondheidsproblemen gehad. Ik loop een beetje door het huis heen, maar. Ik bedoel, er is bij mij niet bepaald iets wat met je gezondheid hebt, dat je bij je leeftijd hoort. Hè? Dan zal het allemaal toch wel een beetje krakkemikker gegaan. Maar ik constateerde gisteren nog dat ik volledig. Dat ik zo ver voorover kan bukken dat ik met mijn hoofd onder mijn knieën kan komen. Gewoon, en dan staan mijn benen nog recht overeind. Hè? Dus zover. Ik wist ook niet dat ik zo lenig was. Ik heb wel geconstateerd, ik ben wat te zwaar geworden in de afgelopen half jaar. Toch 7 kilo, terwijl ik wilde afvallen, 7 kilo erbij. Ik ben nog nooit zo zwaar geweest als nu. Maar ik zit nog wel 5 kilo van de 100 kilo af. Maar ik heb officieel overgewicht. En ik moet zeker 4 kilo kwijt, wil ik dat niet meer hebben. Dus daar ben ik ook wat aan het doen. En dus eigenlijk is dat er sluipenderwijs toch ingeslopen. Ook niet zo handig. Maar goed, ik kan het wel goed beheersen als ik er maar bij blijf nadenken. En wat ik ga doen is weer mijn eigen eten maken, want dat scheelt ook wel heel erg. Dan kun je het allemaal veel beter doseren. Dan weet je wat voor ingrediënten erin zitten, want als je kant-en-klare spullen koopt, want dit koop ik niet zo heel veel. Maar ik koop wel veel van die maaltijdsalades en zo, en daar zit al best veel vet in, en hoeveelheid kaas en noten. Als je dat vaak doet, dan ga je toch de bietenbrug op. Maar ik moet wel zeggen dat ik nog niet zo super veel eet, hoor. Maar het is zo dat,
telkens een heel klein beetje te veel eet. Kijk, als je een ons te veel eet, dan is het na een jaar ook 3 kilo. Hè? Dus, ja. Tenminste, een ons te veel vasthoudt van het eten dat je eet. En ik heb altijd gedacht, dat is mij ook door diëtisten verzekerd, dat het niet uitmaakt op welk tijdstip wat je eet, dat het gewoon gaat om secte hoeveelheid. Maar dat is dus niet zo. 'S Nachts, ik heb de neiging om 's avonds laat te eten, hè, dus om het niet op de maaltijd begin van de avond te doen. En 's nachts dan werkt je spijsvertering veel effectiever. Dus als jij 's avonds laat nog eet, dan hou je daar meer van vast dan... misschien zijn je darmen wel te druk met ook met andere dingen. Hè? Dan alleen... je is sowieso je lichaam overdag. Dus, maar in ieder geval is het zo dat 's nachts neem je meer voedingsstoffen op uit... in ieder geval de dingen die je zwaar maken uit eten. Dus ja, het is beter om net voor je naar bed gaat niet te eten. Maar dat lukt bij mij niet zo erg, want dan kom ik niet in slaap. Maar ik denk dat ik toch wel meer naar de worteltjes en de salade weer ga. Kortom, ja. Nou, ik heb dit nu lang niet gedaan, dit soort bespiegelingen. Dus ik denk dat het ook wel kan een keertje. Hè? Ik kan dit wel in het Engels. Hoor. Het is niet zo dat het absoluut niet gaat. Maar het, is dan net, het voelt net een beetje prettiger om dat toch in je native speech te doen. Hè? Terwijl ik soms niet eens op Nederlandse woord kan komen. Omdat ik overdag zoveel met Engels doe. En zo in het Engels converseer en overleg en doen. Dus ja, dat is wel komisch hoe dat werkt. Hè? Ik ben de laatste tijd wel, ik ben een jaar geleden of zo, ja, ik haalde een hoop dingen bij me. Een jaar geleden of zo, toen had ik zoiets, was een aantal Scandinavische talen en ook Welsh, Gaelic, waar ik wel naar keek. Dat Gaelic, dat is niet zo erg gelukt, dat is nog steeds abacadabra, maar ik begrijp meer van Scandinavisch. Wat vooral het laatste jaar veranderd is, ik had in die tijd, de jaren daarvoor, heel veel van de filmpjes van bewonderd. Bijvoorbeeld van die Amerikaanse jongens die Chinees spreken behoorlijk goed. Die daar dan Chinezen mee, die in Amerika wonen, mee confronteren in YouTube-filmpjes. Wat erg grappig is. Maar het is ook zo'n Nederlandse man die ook multilinguist is. Hoewel die wel veel met standaard... Daar merk je wel, als je wat langer naar die man kijkt, dan blijkt het toch wel heel beperkt. Hij spreekt dan wel die taal heel goed, een aantal dingen heel goed. En ook met een goede uitspraak, dus daar maak je grote indruk mee, maar... En hij verstaat wel best heel goed, maar zijn vocabulaire is heel beperkt. En, maar ik vind het wel fascinerend, dat soort mensen. Hoe je, en ook soms zit er een meisje van 13 nog op YouTube, of nog jonger, die echt onvoorstelbaar veel talen dan goed spreekt. Terwijl ze gewoon in een omgeving zit waar die talen niet gesproken worden. Hè? Dat vind ik dan nog het knappe. Maar wat bij mij het laatste jaar vooral gebeurd is dat ik veel beter ben gaan begrijpen hoe structuren van talen in elkaar zitten. Dus wat er gebeurt als ik een tijdje naar een taal luister, dan doorzie ik op een of andere manier de structuur ervan. En dan zie ik ineens heel vergelijkenissen met talen die ik al ken. En op dat moment is het alsof er iets gebeurt en dan versta ik er ineens best veel van. En soms niet alles, soms 20%, maar er zijn ook dingen bij vrij spectaculaire talen waarvan ik dat nooit gedacht zou hebben, dat ik dan ineens hele conversaties kan volgen. Maar als ze dan op een ander onderwerp overstappen, dan is het ineens weer over. Maar goed, ik ga er dus vanuit als ik een aantal weken in zo'n taalomgeving zou lopen, dat ik dan daar toch wel redelijk veel van oppik. En ik kan heel goed de uitspraak nabootsen van talen, vooral als ik dat spiegel van mensen met wie ik praat. Dus ik denk dat ik ook wel snel, het zou eens een keer een experiment zijn om, misschien moet ik een keer naar Wales toe, om daar dat Gaelic te leren. Want ik vind dat wel fascinerend, dat het dus zo'n taal die zo anders is. Ik bedoel, ik heb het altijd gedacht dat Chinees ingewikkeld was, maar dat blijkt heel erg mee te vallen. Maar dat Wales, dat is echt, Keltisch is het van oorsprong. Hè? Maar dat is echt volkomen onbegrijpelijk. Dat lijkt echt helemaal nergens op. Met allemaal, nou ja, ze hebben maar 24 letters in het alfabet. En alles is een W, en allemaal achter elkaar. Hè? Nauwelijks klinkers. Het zijn allemaal medeklinkers. Het is echt, ja... Het is grappig, ik sta in de keuken en nu zie ik aan de overkant van de straat zie ik mensen lopen. En die heb ik echt heel lang niet gezien. Die woonden destijds, ik denk dat, want ik heb ze zo lang niet gezien. Maar die heb ik zeker 20 jaar niet gezien. Dat is, maar ze zijn het echt een stel. En
Dat is wel komisch om dat te zien. Het is natuurlijk niet mooi om mensen te bespioneren. Maar mensen kijken is wel leuk. Dat is niet bespioneren. Hè? Als je op een terras zit en mensen kijken, dat is wel een geaccepteerde activiteit. Maar ja, goed, ik zie in een flits, zie ik die twee. Ik denk van, hé, die herken ik. En één loopt met de hond, nog steeds net als toen, en de ander niet. Dat vind ik ook wel. Ja, toen ik met de zendhobby opnieuw begon. Wat mij verbaast is hoe jong sommige stemmen nog klinken. En ja, ze zijn het echt. Nou, dat is grappig. Maar hoe jong, dat is misschien nu 10 jaar verder met mijn leeftijdgenoten, is dat misschien wat aan het veranderen. Maar in ieder geval, mensen klonken meestal hetzelfde als toen ze begin 20 waren of zo. Als ik mensen zo lang niet gesproken had. Maar je schrikt wel als je het echt ziet dan. Hè? Dat dan weer wel. Maar goed, dat zal bij mij hetzelfde zijn. Ja, dat is wel komisch. Ja, ik heb nog één onderwerp ik er niet bij. Ik heb 4 onderwerpen opgeschreven waar ik wel wat mee wil gaan doen op een of andere manier met de Daily Minutes. Dat is natuurlijk zendamateurisme. Ik wil wat aan tiny houses gaan doen. Ik weet niet hoeveel, maar een aantal afleveringen over maken. Ik wil natuurlijk die dingen die Pascal mij aangeleverd heeft nog wat mee gaan doen. Maar dat staat er eigenlijk los van, want dat zijn dingen die sowieso nog zouden gebeuren. Maar goed, dus zendamateurisme, tiny houses, micronaties en er was er nog één. Die me zo snel niet te binnen schiet. En humor. Ik wil meer een humor weer gaan doen. Dat heb ik in de tijd van NOS wel gedaan. Op een gegeven moment kon dat niet meer. Hè? Omdat dat humor dat lokte die vervelende activiteiten ook weer uit. Als ik dat er te dik bovenop legde. Dus op een gegeven moment. Ja goed, dan is het ook niet leuk meer. Als het, dat was wel een beetje. Ik moet ook niet te lang dingen doen. Dus ik was al lang simpelweg die reden van plan om op NOS toen te stoppen. Het viel ongeveer samen met, ik ben op 1 oktober gestopt. Ik heb het inderdaad rond de ballonvossenjacht aangekondigd. Maar ik was dat al 2 jaar van plan, maar toen werd het zo'n rommeltje op de repeater. En toen dacht ik, ik wil toch niet die mensen de gedachte gunnen dat ze mij van de repeater hebben weten te pesten. Hè? Dus ik had dus iets van, nou dan ga ik gewoon door. Maar ik had het jaar daarvoor in augustus al willen stoppen. En ik had ook dat jaar heel duidelijk, 9 augustus was ik die Daily Minutes begonnen. In 14 geloof ik, of in 2015. En ik had echt zoiets van, nou, 9 augustus stop ik. Maar toen ben ik toch nog doorgegaan, want toen was er net zoiets van, waardoor het dus net leek alsof ik om de verkeerde redenen ermee zou stoppen. En uiteindelijk was het ook zo dat de NOS-groep, die hadden me nog weer een aantal nieuwe beperkingen op die ze me op wilden leggen. En dat werd wel vaak zo gepresenteerd als dat het niet dwingend was. Het was nu iets dwingender dan anders, maar toch ook niet alsof dat nou helemaal zo was. Dat het in steen gebeiteld lag. Maar ik had toen mijn besluit al genomen toen ze daarmee kwamen. Dus dat maakte het wel erg makkelijk. Want ik denk van ja, nu hoef ik ook niet te twijfelen. Want met die voorwaarden, als dat inderdaad zo gaat werken, dan wil ik het ook gewoon niet meer. Hè. Maar ik heb altijd gezegd, ik wil mijn journalistieke vrijheid niet kwijtraken. Omdat ik mijn onderwerpen te veel moet inperken. En dat dreigde op dat moment wel te gebeuren. Misschien was dat eerder ook al wel zo. Want er was toch wel veel wat in de uitzending niet meer mocht ondertussen. Hè. Of niet meer. Ja, wat het was dan wel zo van ja, ik kan het beter niet doen. En dan ben ik ook wel zo dat ik niet de kat op het spek wil binden. Dus ik ben te braaf. Dat werd vandaag op het chatkanaal ook al gezegd. Ik ben te braaf. Dat is echt wel zo. Maar goed. Ik heb een hele behoorlijk lastige tijd achter me. Ik bedoel, corona dat was ook niet een fijne periode, maar de periode daarvoor is mijn moeder natuurlijk overleden. En ja, ik heb toch met die ogen, dat probleem heeft me toch wel erger aangegrepen dan ik gedacht had. En ik begin eigenlijk pas de laatste week een beetje op te bloeien weer. Dus dat was waarschijnlijk ook wel aan de Dierstaronde te horen. Ik had wel erg last van mijn gebruikelijke enthousiasme, wat een beetje mijn handelsmerk is. En vandaag heb ik het echt ook, vandaar dat er zo'n heel veel woordenstroom vandaag tevoorschijn komt. Dus ik zit weer wat beter in mijn vel. Niet dat ik nou zo slecht in mijn vel zat, maar je hebt dan toch iets. Je hebt, zoals de Engelsen zeggen, a chip on your shoulder. En je draagt iets met je mee wat nog niet helemaal uitgekristalliseerd en verwerkt is. En dat is wel netjes en mooi als dat wel zo is. Maar dingen hebben hun tijd nodig. Dus dat is aan de andere kant ook alweer zo. Maar mijn inspiratie was niet helemaal zoals ik het wel wilde. En zoals nu dit soort sprankelende toespraken, die kwamen er ook niet zomaar uit rollen. En het is niet echt een toespraak, want ik hou niet van de formele termen, maar goed, je snapt wat ik bedoel.
Maar het lijkt een beetje alsof die inspiratie in elk geval weer terug is. En ik zie dat ook aan de manier waarop ik mijn werk aanpak en een aantal andere dingen. Het was niet zo dat ik moedeloos was, maar er zat toch wel iets van moedeloos in. En dus natuurlijk, je hebt klappen gehad. Klappen van het leven, van de realiteit en van een aantal vervelende dingen die er gewoon gebeuren. Dus ik hoop dat nu voorlopig achter me te laten. Eerst komen de 20, 30 jaar geen ellende. Maar in ieder geval, ik ga proberen de Daily Minutes dus weer een beetje handen en voeten te geven. Om er eens wat mooie managerstaal te gebruiken. En meer video. Meer video. En ik wil ook echt elke uitzending op in ieder geval op meerdere platforms zetten nu. Dus dat is ook een beetje iets wat moet gebeuren. En dat betekent dat het toch meer werk aan is. Je moet er reclame van maken. Je moet het renderen van het video. Dat duurt best lang. En zeker bij deze. Omdat we toch al 40 minuten aan het praten. Dus en veel heb ik er niet wat er uitgeknipt moet worden. Dus er zijn een paar pauzes in het begin. Dus ja, we gaan het zien. Meer wokka wokka. Jurgen die stimuleert. Ik ben ook Jurgen natuurlijk. Dat is ook vervelend. Een van mijn beste vrienden ben ik kwijtgeraakt. Hè? Dat vergeet ik om te vertellen. Maar dat is wel iets wat er behoorlijk ingehakt heeft hoor. Dat mijn maatje er niet meer is. Wat ik met Jurgen had, dat was heel bijzonder. Wat iedereen met Jurgen had, was bijzonder. Want dat was Jurgen. Maar dat was iemand met wie het vanaf echt de allereerste seconde klikte. Ik bedoel, we spanden meteen. De eerste dag dat ik hem hoorde, spanden we meteen samen tegen de auto's. Dat was meteen de neus in dezelfde kant. Maar er was iemand die had een paar rotopmerkingen. Nou, we hoefden helemaal niet te communiceren. Dat is altijd zo geweest, hè? Dat is echt. Man. En maar hij stimuleerde me bij dat soort dingen. Hij was de man die steeds zei van, oh, maar komt er dan nog een wokka wokka? En ik bedoel, dat heb ik wel een beetje nodig. Want ik denk van, ach, mensen die hebben de wokka wokka nu wel gezien. Maar hij was elke keer weer enthousiast. En dan maak ik weer een aantal van die spotjes. En ja, dus ik heb ook dat zijn allemaal nog mooie dingen die er van hem nog zijn. Ik bedoel, ik heb die site wokka.be, die heet om die reden wokka, vanwege Jurgen. Maar ook .be. Ik heb bewust een Belgische domeinnaam genomen. Dus ja, dat is. Maar goed. En mij nu met die ballonvosjacht ook weer. Hè, dat was toch iets. Dat is een Jurgensen ding. Dat waren toch de dingen die hij leuk vond. En ja, echt. Dat was echt wel. Dat was ook echt iets wat er wel inhakte. Hè. Dus. En dat ongeveer een jaar na het overlijden van mijn moeder ook. Hè. Dus Jurgen was ook zijn moeder volgens mij 3/4 jaar voor zijn overlijden. Of een jaar en 3/4 jaar zijn moeder ook kwijtgeraakt. Dus dat schept dan ook wel weer een band. Maar het is kloot dat die man er niet meer is. Joh. En wij hadden vorig jaar, vanaf augustus, hebben we al een heleboel van die live-uitzendingen gedaan. Ik heb wel spijt dat we er niet meer gedaan hebben. Maar ik had op een gegeven moment ook, ik vond dat er wat moest veranderen. Dat lukte niet. En je moet niet, die dingen als creativiteit moet je echt niet forceren. Dat gaat echt mis op de lange termijn. Hè. Echt dan klap je dicht en dan is het hele feest afgelopen. Dat heb ik wel eens meegemaakt, dus dat moet je niet doen. Maar ik had best leuk gevonden om met hem nu een aantal van die tweespraken. En dan wat betere kwaliteit dan toen, betere geluidskwaliteit dan toen te maken. Maar ja, dat vind maar eens iemand met wie het zo. En hij was altijd, zat hij. Dat deed hij er ook om. Maar hij was het tweede deel van de uitzending. Dan begon hij stikjes te roken. Hè? En zo onopvallend. Maar dan kwam er steeds meer onzin uit. En ik werd dan pissig. Hè? Maar dat werkte heel goed. Dat gaf een bepaald spanningsveld. Waardoor het waarschijnlijk heel leuk was om naar te luisteren. Dus goed. Vervelende periode gewoon afsluiten. Dat is het beste. Dat is het beste. Je moet er niet in blijven hangen. Maar ja, je moet het wel tijd geven. Dus fris op naar nieuwe ideeën. En al is het geen augustus, toch nieuwe plannen. Tot zover.
This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.